Galatasaray Sofie proberen ook een vorm te vinden. Iedereen probeert zijn vorm te vinden. En dan krijg je, zoals gisteren had opeens Tim Hofman bij aan tafel zitten. En die Tim gaat erover overheen, zeg maar. Want er zit een man die wil vlees weer eerlijk laten zijn. Die wil de vleesindustrie weer een beetje een goed gezicht geven. En Galit die probeert dat te leiden. Alleen Tim neemt de zaak helemaal over. Ik wil even reageren op wat Umberto net zegt. Want dankzij die NGO's die dit soort dingen doen, hebben we wel heel veel discussie. Die slaat soms door. Maar hoe dan? Doordat het extreem getrokken wordt. Okay, maar wij zeggen ook wel. Een voorbeeld. Mag ik het afmaken? Nee, maar u zegt. Kijk, u zit hier om een reden. Namelijk, u wilt depolariseren. En het gaat te ver. En het wordt extreem. En er wordt te veel gezegd. U kunt alleen niet noemen wat dan. Dus de reden. Ik zoek de reden waarom u hier nou zit. Is er een slager. Door de kritische houding van NGO's. Goed. Waarom? Ik snap niet waarom. U komt uit een sector van 11 miljard euro per jaar omzet. Ja. 11 miljard euro. Mijn punt is, ik snap niet waar deze campagne voor is en u kunt het mij niet uitleggen. U zit hier aan een talkshowtafel de lobbyist uit te hangen, dat bent u. Met in de krant een kop, er moet gedepolariseerd worden. Alleen er is geen probleem. Er wordt namelijk al geld verdiend. Slagers worden niet in elkaar geslagen. Je mag gewoon je gehaktbal kopen. 94% van Nederland, zegt u zelf net, eet vlees. Punt. Er is geen probleem. Iedereen zat er tamelijk verbijsterd naar te kijken. Ja, ik zou bijna zeggen tegen zo'n jongen, kun je ook even je bek houden? Ja, Raymond, dat ken jij. En dat komt keihard aan, kan ik je vertellen. Nee, maar hij had op zich een punt, hoor. Want ik begreep ook niet helemaal waarom die man er zat. Maar jawel, maar hij denkt wel dat hij het geweten van Nederland is, hè. En zo obsessief, hè. Van, het lijkt wel of er een soort hysterie in zijn hoofd zit, weet je wel. Ik zou zo'n gozer er gewoon niet bij willen hebben. Dat is toch niet gezellig als had die gek hem, erbij zit? Had jij er iets van gezegd als presentator? Ja, natuurlijk. Ja, maar kijk, een vies lachen. Je laat de leiding niet afnemen. Nee, maar het gaat, Johan zegt, weet je wel, het gaat er nooit om wat je zegt. Bijna nooit om wat je zegt. Tenzij het over kaarsen gaat hebben die je bij iemand erin steekt. Dat is op zich niet handig. Dan gaat het. Dat was een van de grappen die niet viel. Nee, dan gaat het. Maar normaal gesproken is het niet zo erg wat je zegt. Maar gaat het niet. Maar deze manier van hem. Deze manier vind ik gewoon stuitend. Ja. Wie is hij, godverdomme? Nou, exact. Paardenlul. Oh, die wordt zelfs geapplaudisseerd hier, zeg. Nee, maar kom op, weet je. Ja. Kijk, je mag tegen die man. Kijk, je mag tegen die man alles zeggen. Je mag tegen die man zeggen, joh, weet je, zit je hier wel op een goed punt? Weet je, heb je wel het goede punt? Weet je? Maar de manier, de stuitende arrogantie die die gozer uitstraalt, bah! Ja, maar die, weet je wel. Misselijk maken. We hebben met een snotneus te maken. Ja. Met heel weinig levenservaring. Die dan volwassen mensen even de les leeft op een manier die zo'n man gewoon als een kwajongen in de hoek zet. Ja. Nou, en ik haal die twee klootzakken ook altijd door elkaar, hè? Ja? Hij en die ADHD, ADHD. Hè? Ja, er is nog zo'n vogeltje. Nog zo'n vogel. Die... Oh, Tim den Beste. Ja, die had altijd door elkaar. Ja. Tim den Beste. Die had groepen Sinterklaasje. Lijkt toch niet op elkaar? Wat zeg je, lief? Die lijken toch helemaal niet op elkaar? Nee, maar gewoon qua... Doen. Die doen, ja. Oh. Daar heb je hem. Ja. Wie zijn vrouw wou nou wie niet met hem naar bed? Was dat nou? Nee, dat is Jan Versteeg. Dat is weer een ander. Verdomme, ik had allemaal door elkaar. Ja, maar moet hij jou alles bijbrengen? Al die klootzak. Maar snappen mensen weer niet. Die jongens gedragen zich dusdanig dat echt. Die hebben echt professionele hulp nodig. Ja. Nee, die weten zich niet te beheersen. Die hebben zichzelf zo opgeblazen. Die vinden zichzelf zo belangrijk. Die vinden dat ze iedere Nederlander tot de orde moeten roepen.